weken zwanger, nu onderweg naar Lotte en ik ga het haar dus straks vertellen. Ik weet nog niet precies hoe. Ik denk, ik kijk wel even. Ik heb wel van alles bedacht, maar jullie zullen het zo wel zien. Ik ben er, maar ik ben echt zo misselijk ineens. Sowieso niet normaal moe. Qua kwaaltjes ben ik... Yes, mijn sleutel gaat eruit, thank god. Oh, ik hoor nog een podcast in mijn oor. Ik ben allemaal zwangerschap podcasts aan het luisteren. Maar geen negatief over miskraam, want ik krijg stress. Heel misselijk. Ik moet echt naar de wc nu ook. Buikpijn en ik ben zo ontzettend moe. Ik slaap zo ontzettend slecht. Wel heel erg balen. We gaan dus over 2 weken naar Zwitserland. Precies over 2 weken. En ik hoop niet dat ik dan... Waarschijnlijk word ik dan heel misselijk. Ik dacht steeds, ik word niet misselijk. Heel chill, maar... Bijna dat je denkt, moet overgeven. Maar nog niet hoor, dat niet. Maar ik snap ook niet... Hoe kan je het nou nu niet vertellen? Bijvoorbeeld, ja. Ik ben een open boek sowieso. Maar ik snap alsnog niet dat mensen dit zo lang verborgen kunnen houden. Ik bedoel, hoe? Ik vind het al moeilijk als ik de deur open doe om het niet meteen te vertellen. Misschien zeg ik het wel meteen, want ik word onderstoel zenuwachtig. Maar ik voel me absoluut niet topfit. Ik slaap ongelooflijk weinig, terwijl je dus een half uur extra zou moeten slapen. Dus dat is heel jammer. Ik moet gewoon overdag dutjes gaan doen. Dat heb ik nog niet gedaan tot nu toe. Dus dat moet ik gewoon lekker gaan doen. Want overdag ben ik heel moe en 's avonds kan ik niet slapen. Maar goed... Ik ga het aan Lot vertellen dus. Oké, Lot weet het. Ze was echt gechoqueerd als ik had het totaal niet zien aankomen nu. Maar daar kwam Guus binnen en die vroeg over mijn huisje. En toen zei ik ben zwanger. Ja, echt, dat ik echt denk, dat is echt, huh? Wow. Oké, die mag het ook al weten. Dus ja, ik kan gewoon niet, dat voelt voor mij als liegen. Ik ben zo extreem obsessief met eerlijk zijn. Ik kon gewoon het niet zeggen. Toen dacht ik, ik ga voor mijn vader even een bosse bol halen. Dus die heb ik gehaald. En die ga ik nu met hem brengen. En ik ga morgen daar eten. Onverwachts. Ik zou eigenlijk maandag wat met hem doen. Dat gaat ook door. En het dan pas vertellen. Toen dacht ik, oh, dan vertel ik het morgen. En nu denk ik, ja, ik kan natuurlijk ook die bosse bol meenemen. En daar dan een zwangerschapstest in doen. Maar ja, er is ook een kans dat hij me rechtstreeks in de koelkast zet. Want hij zei al, ik ga mijn uur in de koelkast zetten. Dus dan dacht ik, dan haal ik die bol eruit. Doe ik de test erin. Want dan is het heel licht. En dan denk ik misschien, hè? En anders moet ik zeggen, kijk eens in het zakje. Maar dan wordt het weer zo ongemakkelijk met mijn schoonouders. Maar ik vind het, kijk, ik vind die reveal. Ik heb mijn hele leven hierop verheugd, hè, om het op leuke manieren te vertellen. Maar ik vind het zenuwslopend. Het kilt me echt. Daarom denk ik, vertel het maar gewoon nu. Maar dan moet ik dus eerst nu langs huis rijden om die zwangerschapstest te halen. Want die ligt dus thuis. Dus dan zien jullie straks ook de reveal van papa. Spannend, jongens. Het is toch bizar hoeveel mensen het eigenlijk... aan hoeveel mensen je moet vertellen, hoeveel mensen je eigenlijk in je omgeving hebt. Echt bizar. Oké, ik heb me even thuis snel omgekleed in sportkleren, soort van. Dan ga ik eerst langs papa fietsen. Ik word hier zo nerveus van. Ik heb 1 bosbol en 1 zwangerschapstest in een zakje. Ik ga nog eens kijken hoe ik het ga doen precies. Ja, poesie, ik ga weer weg. Sorry, schat. Ik hoop niet dat doordat ik hier zo zenuwachtig voor ben de hele tijd, dat er te veel stress komt voor de baby. Want mijn hart gaat een keer als een gek. Dat is niet normaal. Ik word hier zo nerveus van. Nou, het was geen denderende training, maar het ging beter dan vorige keer. Dus het was de 2e keer dat ik ben geweest, volgens mij, sinds ik het weet. Ik heb alleen onderkant gedaan. Ik moest ook echt eten. Dus ik word nu wel helemaal slap en bloedheet. Maar ik heb wel getraind. Ik wil wel gewoon echt proberen om te blijven trainen. Dus beter dan vorige keer. Na het sporten meteen nog een moment, namelijk een first time. De eerste keer vega sushi. Want je mag gewoon sushi, als het maar vega is. Heel veel honger. Ik heb wel een beetje te veel, maar ik dacht lekker morgen nog voor de lunch. En anders was het geen 25 euro, want vegan sushi is heel goedkoop. En eigenlijk te weinig gegeten en dus nog gesport. Net gehoela hoept en ik heb gewoon niet genoeg avondeten in huis. En ik ga nu niet meer koken om 9:30. Dus ik heb lekker 2 keer avocado, komkommer, ei. En dat mag allemaal. 1 handroll, mes, ei, komkommer en avocado. Zo, poesie, een vogel. En dan nog vega sushi met ook dezelfde ingrediënten hier erin, zo'n rol. En nog avocado. En komkommer. Ik ga heel even checken of ik mijn eigen sojasaus mag. Ik denk het wel. Coconut aminos, maar ik niet tegen soja kan. Coconut. Die zwangerhap app doet het bij mij niet goed. Als ik iets opzoek, moet ik hem weer helemaal afsluiten. En dan doet hij het pas weer. Ik weet niet of dit op internet staat. Coconut aminos zwanger. Ja, nou ja, ik kan het niet vinden, maar dit is gewoon kokos, nectar en zeezout. Dus dit moet gewoon kunnen. En ik ga hier lekker van genieten. Oh. Mag je wasabi?
Ik zoek nu al alles op, want ik ben zo erg verbaasd over alles wat niet mag de hele tijd. Wasabi zwanger. Ik denk nog de hele tijd, ben ik zwanger? Wasabi zwanger. Met maten. Okay. Wat pittig is, ja. Oké, jongens. Dan film ik even mijn eerste hapje en dan ga ik lekker genieten. Want ik heb vandaag een vet drukke dag gehad met 2 reveals. En sporten en lekker de stad in. Ik hoop dat ik vandaag wel een keer goed slaap. Want ik slaap zo slecht. Het is niet leuk. Hapje. Eerste zwangere sushi. Heerlijk. Weet je wat ook grappig is? Die ijssushi neem ik mee, maar die is eigenlijk heel lekker. En ik heb heel vaak als ik zo'n rauwe zalm eet, dat ik soms ook denk, is dat wel goed voor je lichaam? Het is vaak niet heel vers en helemaal niet goed, al die rauwe vis en gefrituurde garnaal. Dus het zwanger dieet is ook nog een stukje gezonder. Voor mij dan. Ik bedoel, echt goede rauwe zalm is gezond, maar... Morgen 5 weken zwanger. En ik vind het eigenlijk heel leuk dat ik zoveel film. Ik doe daar een duimpje voor omhoog. Ik doe echt mijn best om alles wat ik bijzonder vind voor jullie vast te leggen. En voor jullie te verzamelen dus. Ik hoop dat jullie dat waarderen en leuk vinden. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat, hoe jullie gaan reageren. Ik doe nu mijn camera uit en dan ga ik lekker heerlijk van deze sushi genieten. En tevreden zijn met deze dag. Ik was dus trouwens gisteren en vandaag een beetje richting Shaggy. Een beetje misselijk, maar ik denk ook gewoon echt moe. En ik voelde me vanaf dat ik naar papa ging eigenlijk, of na Lot, voelde ik me iets opgeknapter weer. Dat merkte ik ook in de sportschool. Ik was eigenlijk de eerste dagen heel euforisch en heel blij. En toen dacht ik, shit, er komt er nu chagrijnigheid aan. Ik weet niet of het of slaaptekort is of hormonen of, nou ja, niet slaaptekort. Want nu zou ik ook dan chagrijnig moeten zijn. Ik weet niet. Maar ik had dus mijn eerste kleine 2 dagen dat ik iets minder vrolijk was. Nu voel ik me eigenlijk weer helemaal goed. Het is gewoon heel jammer dat ik die sleeping gummies niet kan nemen. Nu ik zwanger ben. Maar ik ga misschien even camilla thee drinken of zo. Ik moet even op zoek naar iets waar ik even rustig van word. Want ik denk trouwens wel als de ergste hyper af is en ik het de belangrijkste mensen verteld heb, dat ik ook beter kan slapen. Want ik lig vooral in bed alleen maar te denken aan hoe we met het huis gaan doen en zo. Maar ook hoe gaat die reageren, hoe gaat die reageren. En nu Lotte en papa het weten, scheelt het al heel erg. Dus ja, ik ben echt blij dat ik dit allemaal voor jullie film en voor mezelf. Dus volgens mij ben ik de hele tijd wazig. Hi. Oké. Zalm of krap is wel iets lekkerder hoor, maar nog geniet ik hiervan. Doei. Het is een dag later en ik kreeg dus letterlijk al een comment met ik denk dat je zwanger bent, niet door hoe je eruit ziet, maar door hoe je doet. Terwijl ik in die vlog er pas achter ben gekomen. Dus hoe kan iemand dat weten? Dus ik heb eventjes, papa heeft heel schattig voor mij een speciaal drankje gehaald. En het ziet er dus uit als een rosébubbel. Dus ik heb net in de vlog de rosé van papa gefilmd. Zo van, we gaan rosé drinken. Dus ik moet echt even ervoor zorgen dat jullie het nog niet gaan doorhebben. Maar wij gaan dus nu lekker... Papa gaat wijn drinken en ik dit. Zo, even een update. Ik kom dus net van mijn vader. Gisteren was ik daar dus om het te vertellen. En ik wil even een kwaaltjes update doen. Ik weet niet of jullie het leuk vinden, maar goed. De vermoeidheid is echt real. Ik heb vandaag dus mijn rust genomen. Eigenlijk voor het eerst heb ik echt even niks gedaan. Ik heb letterlijk, heel erg, tot 3 uur in bed gechilled. Ik wilde langer slapen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik kon wel slapen. Ik ging expres pas om 1 uur slapen, want dacht ik, dan kan ik tenminste slapen. Toen heb ik 6 uur lang doorgeslapen, dus dat is al iets beter. Maar ik ben zo moe. Ik had best wel een opgeblazen buik. En ijskoud. Het is zomer. Het is wel iets minder koud vandaag, maar het is 25 graden. En ik heb gewoon hier helemaal kippenvel, trillen. En dan eet je wat, dan heb je het weer warm. En dan eet ik wat. Dan heb ik super veel honger. Zit ik mega snel vol. Gewoon echt een vierde sneller dan normaal. Maar dan over 2 uur heb je wel bijvoorbeeld weer trek. Ineens krijg ik uit het niet zo'n stijve tepel, maar dus niet wat ik normaal heb, de hele tepel, maar een heel klein bolletje en zo. En borsten doen nog steeds pijn. Ineens onmisselijk. Gewoon echt wel dat ik denk, hoe kunnen mensen niet dit delen? Ik vlog het, ik vertel het aan mensen. Hoe kan je dit voor je houden en niet vloggen? Ik snap het echt niet. Maar misschien is dat ook wel de reden dat ik heb er nooit wat over gehoord over het eerste trimester. Mensen praten er blijkbaar niet over, maar het is echt niet niks hoor. En als ik dus nu opzoek, klopt dat ook. Ik bedoel, ik weet dat ik altijd dingen best wel heftig voel. En mijn lichaam gewoon heel goed voel en ook zeg wat ik denk en zo. Maar blijkbaar voelt iedereen dingen in het eerste trimester, dus het is niet niks. Ik ben ook heel benieuwd als we op vakantie gaan naar Zwitserland over 2 weken, hoe dat gaat zijn. Waarschijnlijk wil ik alleen maar de hele dag slapen. Oh, en ik heb ineens hier een soort van puist, wat ik ook nooit heb, en hier. Maar verder valt het heel erg mee. Zie ik er gewoon wel prima uit voor iemand die moe is. Het is dezelfde dag.
Ik heb mezelf uitgedaagd. Ik heb gewoon getraind. Ik heb gefietst. Ik ben gewoon tot 5 uur weggebleven. Ik dacht, ik wil de hele dag bezig zijn. En vanavond moe zijn. Maar ja, sorry dat ik het heet over tepels heb. Maar we moeten eerlijk zijn. Mijn tepel is dus de hele tijd hard. En dat doet echt pijn. Sinds ik thuis ben. Ik stortte net compleet helemaal in. Hoofdpijn, moe, misselijk. En toen, na 3 minuten thuis, was het weer weg. Ik heb het ijskoud. Mijn hoofd is helemaal heet. Een beetje koortsig. Maar ik vind het dus allemaal niet erg, want ik weet waar het vandaan komt. Maar ik blijf het dus wel even benoemen. Maar de tepels vind ik het vervelendst. En ik heb weer even wat schattigs gekocht. Ik wil niet te veel kopen. Maar ik denk dat de meeste mensen die dit zien mij al langer volgen en weten. Ik hou er gewoon van om in ieder geval 1 keer per week even leuk iets te kopen in winkels. Nou ja, als ik het geld nu uitgeef aan babykleding, is het eigenlijk alleen maar een voordeel. Want uiteindelijk heb je toch babykleding nodig. En dan gaat het geld lekker daar vast naartoe. En dan koop ik geen andere spullen. Dus ik vind het eigenlijk helemaal prima. Ik heb 5 dingetjes gekocht. 2 bij de TK Maxx. Het zijn dus merkjes. Ik hoef dus niet een baby. En Heel heeft dat ook niet. Die bezien een beetje weinig. Hè? Van mij hoeft onze baby en van hem ook niet merkkleding te dragen. Zeker niet. Maar als het toevallig merkkleding is en het is leuk, dan is dat prima. Ik koop alleen maar teddy dingen. Maar kijk dit schattige berenpakje van Levi's. En deze was, Heel zei net nog, zei, let wel even op, want alles wat je koopt gaat de baby echt heel kort dragen. Dus dat weet ik ook. Dus dit is wel pas vanaf 9 maanden. Maar dan is het dus winter. Januari of zo. Heel schattig. Heeft geen voetjes alleen eraan. Wel zo'n rits. Oh, deze rits staat in het midden. Ik wist niet of dit nou de meest praktische was. Oh nee, hij zit in het midden en dan eindigt hij bij het been. Dat hebben al die pakjes. Sommige hebben hier drukknopjes. Ik weet niet of het handig is, maar het zal heus wel als zoveel te hebben. Heel wollig, heel schattig. Van Levi's. En dan zeggen ze dus dat hij normaal 50 euro kost en nu 17. Ik weet niet of het klopt. Ik zag te schattige meisjeskleding, maar ik mag van mezelf geen meisjeskleding kopen. Alleen maar unisex. Dit broekje zullen veel zeggen dat het wel meisjesachtig is. Maar ik vind bij een klein jongetje dat het nog wel kan. Als je mij kent, dan weet je dat ik helemaal obsessief ben met stipjes. Deze kleinste maat die ze hadden was 4 tot 6 maanden, maar ik vind het heel klein. Maar dit kleine broekje kon ik niet laten liggen bij de Zeeman. Eigenlijk mag ik van mezelf alleen aanbiedingen kopen, maar omdat het bij de Zeeman was en dit is zoiets wat ik leuk vind voor 2 euro, heb ik dit hele schattige kleine broekje ook gekocht. Dit pakje zag ik met Lot. Toen zei ik, die vind ik zo leuk. Toen zei ze, die heeft Bobby dus ook. En ik wilde eigenlijk niet hetzelfde kopen als iets wat Bobby al heeft. Maar ik vond hem toch zo schattig. En hij was dus 50% korting op 30. Ik weet het niet meer. Maar daardoor heb ik hem wel gekocht. Ik vind hem nog redelijk duur. Oh, er zit een vlek op. Dat is jammer. Maar het gaat nog gewassen worden. Nee, hij was nu 9,50. Vond ik nog duur. Maar helemaal heeft wel hele mooie kwaliteit. En dit is dus echt voor 1 tot 2 maanden. Dus echt heel jong. En dit vind ik ook gewoon bij een jongetje wel kunnen. Het is misschien iets meer meisjesachtig. Maar dit, ja, bij een jongetje kan het ook wel. Dus ik heb deze toch meegenomen omdat ik deze gewoon heel schattig vond. En bij de Zeeman vond ik deze ook heel mooi. Die had hem met een soort van kraagje. En dat vind ik snel meer meisjesachtig. Maar deze vond ik ook unisex. Van 1 tot 2 maanden voor 6 euro, maat 6,50. Met vogeltjes. Ik vind printjes erop gewoon heel leuk. Dit vond ik zo mooi, zo'n kreukelig stofje. En lekker stretchy. Ik vond het een hele mooie kwaliteit. Dus een heel schattig pakje. Alles wat ik ga kopen ga ik trouwens meteen aan jullie laten zien. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ik denk dat jullie dat ook leuk vinden. Dat past ook bij mijn stijl. Ik heb het dus ijskoud, hè. Kijk hoe rood ik ben. Dit is helemaal heet. De rest is ijskoud. Echt, mijn lichaam is een baby aanmaken. Ik vind niet... Ik wil geen jongetje roze kleding doen. Maar een meisje met blauw vind ik wel kunnen. En daarom heb ik als laatste ook nog dit pakje gekocht van Nike. Deze is volgens mij voor vanaf 6 maanden. Dus dan is het net, wat was het nou, net eind herfst of zo. Ik dacht, het kan vast wel, weet je. Ja, misschien doe je dingen fout qua temperatuur. Maar stel, je gaat naar buiten en je doet lekker dit pakje aan. Kijk het nou. Deze vind ik ook adorable. Ik heb ook nog online teddypakjes besteld. Dus ik heb nu, volgens mij wit, beige, bruin, blauw en nog een beige. Dus nu mag ik echt geen teddypakjes al meer kopen. Maar het zijn verschillende leeftijden. Kijk, en het leuke is, hier kan dus het voetje in een soort van zakje. Ik kan hem ook naar achteren omslaan en dan is het dus weg. Dus zo kan je gewoon hier het voetje hebben. Of je doet het voetje dus zo, hup, in het zakje, sorry.
Er stond ook dat deze normaal 50 was en nu 20. Maar deze is wel heel schattig, hè? En ook juist een meisje in dit pakje. Oh, de armpjes hebben dat ook. Dat had ik niet eens gezien. Nou, dit is misschien wel echt een hele goede aankoop geweest, hoor. Ik vind deze kwaliteit ook prachtig. Ja, ik ben echt obsessief met deze. Eigenlijk had ik dus dit niet per se hoeven kopen. Hier heb ik ook over getwijfeld. En dit vind ik ook niet te vaak doen, dit soort dingen kopen. Alleen echt geweldige koopjes. Maar ja, het enige wat ik echt geweldig vind zijn die teddypakjes. Dit vind ik niet geweldig. Dit vind ik wel geweldig. Dit vind ik ook niet geweldig, maar ik vind het gewoon wel leuk. En ik vind het ook gewoon leuk om dingen te kopen voor echt meteen. Zodat je vast wat kleertjes hebt voor meteen. Want je denkt het is vroeg, maar ik denk uiteindelijk komt er veel bij kijken, hoor. Uiteindelijk moet je al die saaie aankopen gaan doen. De noodzakelijke dingen. Dan moet je over een bevalplan gaan nadenken. Nu nog niet. Maar ik bedoel, straks komen het huis komt straks. We moeten het hele huis gaan verbouwen. De babykamer. Dus nu kan ik nog lekker genieten van babykleertjes kopen. Ik weet dat ik me niet hoef te verantwoorden, maar... Ik doe even hardop zeggen hoe mijn gedachten gaan. Dit is natuurlijk nog helemaal niet nodig. En weet je, als het misgaat, willen we daarna toch nog een keer proberen voor een kindje. Dus ik geniet lekker van deze tijd. En ik ga niet pas na 4 maanden beginnen met genieten, maar lekker nu al. Dus daarom vast shoppen. En nu ga ik even uitrusten, want mijn lichaam is een baby aan het creëren. Of in ieder geval ervoor aan het zorgen dat er een baby in mij kan groeien. En dat voel ik. Doei. Ik dacht, ik ga even lekker buiten zitten. Ik ben vandaag 37 dagen. Het is nu maandag. Ik had een heel lekker papa-dochterdagje. En op een gegeven moment ging het heel hard waaien op het strand. En toen gingen we lekker in Katwijk even naar de winkeltjes lopen. En er zat dus een super schattig kinderboutiekje. Niet normaal echt een winkel die ik zou kunnen hebben als ik weer een nieuw idee in mijn hoofd zou hebben. Kijk, het heet Roest. Volgens mij hebben ze geen eigen merkjes, hoor. Maar concept store. En ik mocht van mezelf op het 60% korting rekje kijken. Sowieso heb ik even 2 van deze gehaald bij de Holland & Barrett. Want ik slikte wel foliumzuur en alle supplementen die ik slik. Maar geen speciale zwangerschapssupplementen. En hier zit vooral heel veel vitamine, soorten vitamine B in. En ik slik alleen B12. Dus ik dacht, dat is wel belangrijk. Ik heb ook iets bij de Hema gekocht trouwens. Ik had deze al gezien in een vestjes variant. Die had ik laten liggen. Maar nu zag ik hem dus weer in zo'n boxpakje. En die vond ik zo schattig. Hij was €12,60, dus nog steeds niet heel goedkoop. Eerst 18, dus het valt mee qua sale, maar ook weer heel leuk unisex. En deze is dus voor 1 tot 2 maanden, dus voor april, mei, juni. Nou, kan nog wel net, denk ik. Redelijk warm, maar geen voetjes eraan en geen armpjes eraan. Heel schattig, met knoopjes. En dan ook weer dat hij helemaal tot hier open kan. En helemaal tot hier, dus dit is wel echt perfect. In een heel lief mint kleurtje van de Hema dus. De Hema heeft hele leuke spullen. Ik hoorde ook iedereen zeggen, oh, het is de Hema leuk. Nou, deze waren 1+1, dus nog een potje. En dan van deze winkel dus. Deze vond ik net op de grens van, misschien is het te meisjesachtig, maar ik vind als je een jongetje hebt en je houdt gewoon van leuke kleren, mag je ook echt wel een beetje wat apartere kleding. Ik bedoel, ik wil niet te vrouwelijk, maar dit vond ik wel kunnen. Namelijk dit hele lieve truitje. Ik ben gek op stippeltjesprint. Ik kon deze niet laten liggen. Hij is ook qua maat net wat groter. Ik mag van mezelf niet kleren kopen die voor meer dan een jaar zijn. Want dat is echt onzin. Maar deze is dus van 6 tot 12 maanden. Dan kan je ook misschien een beetje oversized. En dit zijn dus zulke lieve merkjes. Dit is Quincy May. Echt van die, niet van noppies of zo, weet je. Gewoon echt van die aparte merkjes. Redelijk groot, maar heel erg schattig. En die kan je dan misschien... winter, lente aantrekken. Ik zag de geweldigste meisjeskleding. Ik moet wel zeggen, ik zie echt 90% meisjeskleding en de rest een beetje unisex of een klein beetje jongen. Maar meisjeskleding is echt veel leuker. Maar deze vond ik ook voor een jongen wel kunnen. Dit is van Navy Natural. En ik had al eerder iets met zonnetjes gezien en dat vond ik er heel goedkoop uitzien. En deze is echt prachtig. Een legging. En deze is dan maat 62-68. Dus dat is voor... 4 maanden, ik weet het even niet meer op mijn hoofd. Heel lief. Echt heel mooi. Ik vind het een hele mooie aankoop. Mijn vader vond het trouwens echt idioot dat ik al ging winkelen, maar ik vind het niet. Ik zie echt de mooiste flared broekjes, maar ik vind een flared broekje gewoon niet leuk voor een jongen. Ik zag het hele schattige broekje maat 56, dat is echt voor als de baby geboren is. Het zijn zulke mooie merkjes. Dit is... van Niks Nut. Wat leuk ook. Het is Nederlands, neem ik aan. Heel lief. Rib leggingtje. Prachtig. Ook gewoon unisex vind ik.
Heel lief. Ik kan me nog echt nul inbeelden dat hier een baby in gaat zitten hoor. Echt totaal niet. Maar goed. Ik heb wel één ding gekocht wat wel eigenlijk meer voor meisjes is. Maar ik vond dat ik het nog mocht kopen. Omdat ik... Het is zo'n oud roze kleur dat ik denk een jongen kan dit toch misschien ook wel aan. Maar ik weet niet. Ik vind roze dus heel erg leuk bij oudere mannen, zeg maar. Zoals bij heel. Maar ik weet niet. Ik vind een babytje... Je ziet al vaak niet eens of het jongen of een meisje is. En dan in roze. Ik hou er niet heel erg van. Maar dit is zo'n oud roze kleur. En ik vond het zo'n mooi pakje. Niet normaal. Het is van One Plus Plus in the Family. Dus 1 Plus in the Family. Voor 3 maanden oud. Gemaakt in Spanje. Dit mooie pakje. Het is echt een waanzinnige mooie stof. Heel mooi. Ja. Is dit te warm voor juli? Voor de zomer? Je moet toch ook gewoon in de nacht of zo moet je baby's volgens mij best wel warm aankleden. Maar weer met van die voetjes eraan. En dan, je ziet de knoopjes ook helemaal niet. Het is echt heel mooi weggewerkt. Het zit helemaal hier aan de binnenkant. Kijk, je ziet ze gewoon niet zitten. Ik vond het zo chic. Echt te mooi met hele kleine soort sterretjes kruisjes. Ik kon dit niet laten liggen. En ik dacht, weet je, als ik het toch te meisjesachtig vind, dan bewaar ik het wel. Maar als ik het zo bij elkaar zie... Is het niet echt super roze of zo? Er zullen ook mensen zijn die roze wel bij een jongen vinden kunnen. Maar dit vond ik heel erg unisex. Kijk wat een schattig broekje. Als ik wist dat het een meisje was, had ik misschien dit broekje niet gekozen. Omdat ik dan gewoon 1000 andere dingen heel leuk vind. Echt die mega girly dingen. Maar nu ik niet dit als het wordt, vind ik jongen en meisje heel schattig. En ik vond dit heel lief. En gewoon een heel mooi zo'n crepe stofje. Een heel klein broekje. Volgens mij is het ook 56. 56, 62. Dat is 1 tot 3 maanden van House of Jamie. Ik ga ook echt die merkjes op internet opzoeken. Om te kijken of ik er meer sale van kan vinden. Maar ik moet op een gegeven moment ook wel stoppen met kopen. Maar goed. En dan had ik dus nog een bestelling geplaatst bij Baby Styling. Maar dit is wel een note to myself. Dat het misschien bestellen niet het allerslimste is. Ik weet niet of het nou leuk is al deze shoplog dingen. Het wordt wel veel hè. Want dit is dus een kwaliteit. Het is wel goede kwaliteit. Maar dit is een stofje die ik zelf niet zo snel zou kiezen. Ik had namelijk een heel schattig croissant pakje gevonden. En ik denk dat ik hem niet ga terugsturen. Ik vind het wel echt oprecht heel lief. Dit is dan maat 62, 68. Maar dit is zo'n katoen met stretch. En dat doet me altijd denken aan van die... Niet dat Vibra slecht is. Maar zo'n Vibra shirt die je dan vroeger... Als je even snel een wit shirt nodig had voor iets. Weet je, zo'n lelijk veehals shirt. En dan met... Daar doet deze stof mij aan, denk ik. Maar waarschijnlijk ben ik echt de enige. En misschien is dit juist een heel fijn stofje. Dat weet ik dus niet. Is dit katoen met een klein beetje elastaan erin. Hier 2 knoopjes. Maar ik ben dus meer van die andere soort stofjes. Maar het is te cute. Ik moest deze. Ook leuk unisex. En dan heb je dus zo'n pakje. Nou, wel heel leuk hoor als ik het zo terugzie. En deze vond ik ook. Toen ik hem net openmaakte dacht ik. Want ik vind badstof soms een beetje goedkoop ogen. Het klonk heel leuk toen ik het op internet las. Maar ik weet niet of babystyling dus echt een mooi... Is dit, dit ziet er gewoon een klein beetje goedkoop uit, toch? Ik vind de kwaliteit gewoon minder. Ik weet dus niet of ik er verstand van heb. Misschien is dit wel een mooie kwaliteit. Want het is gewoon eco-katoen en elastaan. Maar het is dus een badstofboxbakje. Ik vond hem wel heel lief. Zonder voetjes. En ook nog eens zonder knoopjes hieronder. Daar heb ik dus niet op gelet. Dus deze heeft alleen maar hier knoopjes. Wat betekent dat je deze dus wel uit moet trekken. Helemaal uit. Dus ik weet niet of dit een topmerk is. Heel misschien ga ik dit dan wel retourneren. Ik weet het nog even niet. Ik moet me hier eigenlijk nog beter in verdiepen. Want die heb ik dus in 2 kleuren. En ik was flink afgeprijsd. Maar ik vind het niet... Ik vind het denk ik niet hele mooie kwaliteit. Als ik het zo zie. Nee, misschien ga ik dit wel retour sturen. Met dit er ook bij. En ik vind het echt een... Dit is echt gewoon... Wauw. En dat niet. Ik haal het net uit mijn brievenbus. Dus misschien... Ik wil sowieso niet echt te veel online gaan doen. Nee, ik vind het geen mooie kwaliteit. Beetje alsof je bij Shein hebt besteld. Heel lullig als het dus echt niet klopt wat ik nu zeg. Maar dat is een beetje mijn gedachte. Ik vind het niet heel mooi. En dat ik dit terug ga sturen. Dus dat was het weer. En verder was ik... Slaap ik nog steeds slecht. Nog steeds moe. Hoofdpijn. Een beetje hetzelfde. Maar verder gewoon goed. Oké. Doei. Goedemorgen, ik zie niks, want ik heb mijn lens niet in, want ik ben net wakker, maar ik wou het even filmen. Het is nu de volgende dag. Ik wou sowieso zeggen dat ik veel langer heb geslapen. Ik heb Camille tegengenomen, maar natuurlijk ook krachttraining de dag ervoor. Vroeg opgestaan gisteren, hele dag strand, buiten, dus dat kan het ook zijn. Maar ik heb eindelijk weer een beetje normaal geslapen. Ook uitgeslapen, ik moet zeggen, ik had nogal langer kunnen slapen, maar toen ging de bel
werd dit pakketje bezorgd. Wat ik net heb gevlogd in mijn normale vlog. Maar ik wou dus tegen jullie zeggen. Ik kreeg één appje van mijn vader even over dat ik de bolderkar had teruggegeven. Omdat hij beschadigd was. Maar dat had ik al tegen mama gezegd en zo. En ik had al gezegd ik zal een nieuwe kopen. Maar hij vond het niet leuk. Ik moest keihard huilen. Zo diep. Toen dacht ik, dit zijn de eerste zwangerschapshormonen qua huilen. Ik heb nog geen één keer gehuild sinds mijn zwangerschap. Elke keer als ik zeg sinds mijn zwangerschap, denk ik, oh ja, ik ben zwanger. Het is zo raar. Het is zo abstract nog. Maar ik moest zo diep huilen. Zo hard gehuild. Ik werd helemaal verdrietig van binnen. Ik was helemaal gebroken. Gewoon echt voor 3 minuten. En toen was het helemaal oké. Okay. Ik wil zo graag alles vastleggen voor jullie. Dus ik wou dit ook even zeggen. Ah. Ik heb nog helemaal tranen op mijn gezicht ook. Ik ben echt net op bed. Ik zie niks. Ik heb een bril. Geen bril. Ja. Pregnant life. Oh, trouwens, mijn borsten zijn niet gevoelig meer. Bijna niet. Wel gevoelig, maar niet extreem. En niet meer groot. Ik ga vandaag naar H. Jammer dat ze niet meer groot zijn. Oké, ik ben nu dus in Zoetermeer. En ik zit dus in de logeerkamer die dus de babykamer gaat worden. En ik weet dat het echt vroeg is met shoppen. Maar ik ben gewoon... Mijn brein is gewoon aan het begin vind ik alles heel leuk. En dan kan ik het beter ook doen, want dan maak ik er echt wat leuks van. En op een gegeven moment heb ik weer zin in iets anders of komt er wat anders. Dus ik doe het lekker. Waarom niet? Ik heb 2 hele leuke aankopen gedaan. Die al voor de babykamer qua interieur zijn. En heel vindt ze gelukkig ook wel leuk. Ik ken gelukkig zijn stijl. Beide TK Maxx. Als eerste deze. Het is dus een hele leuke plank. En een spiegeltje en een versiering in één. Dan kan je dus, dacht ik, dit heel leuk prop boven de commode of zo hangen. En dan kan je hier lekker allemaal, weet ik veel, baby zelf, babypoeder, dat soort spulletjes een beetje opzetten. Heel leuk. Sowieso houden we allebei wel gewoon van een beetje beige met goud. En wat accessoires, maar gewoon lekker een beetje neutraal. En dan heb ik nog deze super mooie spiegel ook bij de TK Maxx gevonden. Ik hou dus heel erg van dit soort spiegels en heel gelukkig ook. Hij zei, hij is wel een beetje vrouwelijk, maar ook leuk voor kinderen. Want door dat patroontje is hij iets vrouwelijker. Of kinderlijker, niet mannelijk. Maar hij vond hem wel mooi. Ik heb zelf natuurlijk in mijn huis nu ook al dit soort spiegels. Deze vond ik ook te leuk voor, weet ik veel, boven het babybedje. Of ergens anders in deze kamer. Goud en een spiegel. Dat vond ik het ook heel erg leuk om vast kledinghaakjes te kopen. Zodat er vast... In die kast die we hier toen hebben gezet met al het idee van als we dan een kindje krijgen, hebben we meteen een babykast. Een goeie van de IKEA. Heb ik bij de TK Maxx ook 2 setjes gekocht met 25 hangers. Best wel veel 50, maar ik dacht anders zit je met 25 heb je er meer nodig en dan kan je ze niet meer krijgen. Dus dit lijkt me meer dan genoeg. Dan past er ook nog wat in een grotere maat. Ik dacht dan hang ik gewoon links de maat van begin en dan steeds meer naar rechts de wat grotere maat bijvoorbeeld. Vond ze heel mooi, want ze zijn dus wit velvet met goud. En die ga ik straks lekker al in de kast hangen. Want waarom niet? Ik denk, als het misgaat, dan gaat het mis. En dan ga je het opnieuw proberen. En ik wil dus niet de grote kleding kopen, maar hier heb ik even een klein foutje gemaakt. Hij was in de sale en ik vond hem zo leuk unisex. Alleen dit is van 1,5 tot 2 jaar. Dus dat is niet zo slim. Ik dacht dat het voor 1 jaar was. Namelijk dit spijkerjasje. Dus dat is een beetje zonde dat dat dan 2 jaar in je kast moet hangen. Verder zag ik wat schattigs bij de Primark. Dat was niet in de sale, maar wel heel goedkoop. Een heel leuk pakje in maat 6 tot 9 maanden. De laatste. Ook leuk unisex. En hij is dus verstelbaar qua maten. Met dit broekje. Ik heb ze echt los in de winkel kunnen vinden. Want het was een setje en bij elkaar kunnen sproppelen. Ik vond het zo leuk. En hetzelfde geldt voor dit setje van de H&M. Het duurde heel lang, want er zat geen kaartje aan. En ze zei, ja, deze pyjama kost normaal 30 euro, maar dat klopt toch niet. Bleek het dus een set te zijn van de oude collectie met 3 pyjama's. Ik ben zo snel buiten adem als ik praat, dat is niet normaal. Uiteindelijk heb ik dit voor, wat was het nou? Het was bijna 30 en dan nu de helft, gedeeld door 3. Dus ik heb 4,66 euro betaald voor dit. En dat vind ik ook heel leuk, unisex, met sterretjes. Ik hou de zorg, zei ik net tegen haar, ik hou van zonnetjes, maantjes, sterretjes, stipjes, hartjes, vind ik net meisjesachtig. En er was nog iets, maantjes. Dus dit is een heel lief pakje in ook een kleine maand. Dit is echt van 1 tot 2 maanden. En dat is heel goedkoop, nog 2 dingetjes. Dit broekje was 3,60 euro. 6 maanden. En ik vind dit altijd heel leuk. Op de benen. En deze vind ik ook leuk, unisex. Die was maar 2 euro, maat 74. En heel leuk.
kompertje. Dus best wel veel beige dingen. Zodra ik dan het geslacht weet, dan kunnen we lekker ook wat meer richting jongens, meisjesachtig. Maar ik vind dit allemaal heel leuk. En hagelijk ook. Dus ik ga dit nu in de kast hangen. Heel veel zin in. Hier heb ik wel eens heel erg op verheugd. Want nu kan ik dus alle kleding op hangertjes gaan hangen. Zo leuk. En op volgorde van maat. Ik zag daar bij de Primark ook nog een heel leuk teddypakje, maar ik heb me deze in te houden. En ik dacht, nee, je hebt al 3 teddypakken. 2. 2 en een jasje. En nee, ik had er toch nog één? Ik had toch ook nog deze in het wit? Ja, 3. Dus het was genoeg. Babyhangers zijn trouwens best duur. Deze zijn dus voor 25 stuks 11 euro, geloof ik. Ja, dus dat vond ik wel netjes, want je ziet ze echt voor 6 euro voor 6 en zo. Ik had ze namelijk al gezien, toen ben ik weggegaan en toen ben ik net teruggegaan om ze toch nog wel te halen. Houden jullie ervan, zeg maar, alles aan hangers van de winkel te hebben? Ik niet. Kijk, haast zeg wel alles. Het is niet nodig, dat vind ik ook. Het is niet nodig. Je kunt letterlijk nu een baby krijgen als je bij de baby maar voeding krijgt, liefde en slaap. Maar als het kan, doe ik het liefst leuk, want daar geniet ik ook echt van. Jammer vind ik aan dat velvet is dat het best wel snel beschadigt. Ze hadden ze ook in donkerblauw, die vond ik heel mooi. En daar zag je heel veel beschadigingen op. Ik zou dit nu nooit live delen, nooit. Want dan krijg je echt allemaal comments van. Ben jij helemaal gek dat je met 5 weken zwanger al dingen voor je babykamer hebt gekocht? Dat snap ik ook, maar ik ga wel de kaartjes eraan laten. Dat wel. Dan kan je het altijd nog verkopen. Maar dat snap ik heel goed hoor. Alleen ik ben gewoon lekker wie ik ben. En ik vind dit leuk. En ik ben ook niet vaak in het huis, dus daarom dacht ik, ik wil nu die hangers kopen, want dan kan ik het nu lekker gaan doen. Kijk, de eerste hangt. Dit is maat. Ik zag deze dus net, bij de TK Maxx in echt alle kleuren. 9 maanden. Dus ik ga het echt even allemaal volgorde hangen, zodat je meteen niet misgrijpt. Ook al moet je ook nog alles natuurlijk gaan wassen, maar dat ga ik niet doen. Oké, ik ga even verder en dan zien jullie zo het eindresultaat. Voilà! Het valt eigenlijk reuze mee hoeveel het is, omdat natuurlijk... Ja, baby's natuurlijk zo snel groeien. Dus dit is letterlijk het enige. Deze volgens mij niet. Deze is wel echt roze, hè? Ik probeer de kaartjes ook even eruit te hangen, zodat je ook even de maat kan zien. Dit is trouwens gestoord hoe duur dit is. Maar goed, ik had 60% korting in 3 maanden. Dit is het enige wat nu vanaf het begin is. Dus ja, en broekjes ophangen. Ik weet niet of dat zo handig is. Ik denk dat je uiteindelijk gewoon lekker in een la die broekjes en zo hangt. Deze dingen nemen extreem veel ruimte in. Maar dit is al bijvoorbeeld voor een jaar of zo, weet je wel. Dit is alles wat ik heb dan nu. Valt echt wel mee. Maar je moet wel opletten dat je dus niet te veel van dit soort dingen, want ja, of je moet dat misschien niet ophangen. Ik weet niet, maar kijk hoeveel ruimte dat inneemt. En dit is juist wel mooi om op te hangen, maar ik denk minder praktisch. Ik denk dat je dit gewoon lekker in een la wil leggen. En dit is nog even van haar, maar nou, het gaat lekker al een beetje leven zo. Ik vind het leuk, ik vind het schattig. En deze kast heeft ook gewoon heel veel potentie voor babyspullen. Het zou lekker zijn als er hier nog een plankje had gezeten. Maar dat kan niet bij deze kast. Dat is wel heel onhandig. Want babykleding is natuurlijk nooit zo lang. Maar dan kan je hier wat grotere dingen zetten. Alle tips zijn natuurlijk welkom. Maar hoe lief ziet het eruit? En ja, heel erg unisex vind ik. Ik vind het ook nog wel kunnen. Maar dit zijn dus de beginaankoopjes. Nou, dan ben je er echt nog niet hoor. Leuk. Ik vind het leuk. Gelukkig komt mijn bonusdochter trouwens nooit in deze kast, want zij weet het natuurlijk nog niet. Maar ik wou ook nog even tegen jullie zeggen dat ik sinds gisteren veel minder kwaaltjes heb. Mijn borsten doen veel minder pijn, veel minder moe, minder misselijk. Ik had alleen vandaag dat ik de deur uitging op alleen een matcha en waterbaloen. En het was 2 uur 's middags en ik werd helemaal gek. Ik werd helemaal bezweet, duizelig. Ik dacht, ik kan niet meer. Toen heb ik heel snel een broodje kip gegeten. En een zoet drankje gevoegd, zo'n Mogu Mogu-achtig Coco de Nata drankje. Ik moest suiker, ik werd helemaal gek. Toen dacht ik, oké, Charlotte, je moet echt niet zonder goed te eten de deur uitgaan en niet zonder eten in je tas. Daaraan merkte ik wel echt, oké, je bent zwanger. Maar verder, veel minder kwalen en ik slaap op zich redelijk. In ieder geval beter, dus dat is wel heel grappig en fijn.